bouwvrienden. Ik ben weer aan het fietsen. En ik fiets nu door een van de mooiste beskes van Aalst, de Schietbaan Bossen. En er was vroeger ook het Natuurtheater, nou zit er Jong Nederland ook vlakbij. En hier spulden wij vroeger. Kan je wel zien, dan moesten we vroeger dennenkroten rapen. Dit weefje, daar liep het trouwens nog niet, die fietspad, die hebben ze toen al pas gemaakt. En wij moesten toen hier over de harde weg gewoon fietsen, dus de grote weg van Aalst naar Sluis 10, naar Helmond de Pan. Kijk, er zijn ook wel stukken die wat heel slecht waren en daar hebben ze gelijk opgeruimd. Ik weet eigenlijk niet waarvoor dat ze daar opgeruimd hebben, want er is een grote open plek gekomen. Maar het blijft hier een mooi weefje. Jammer dat het zo kort is, want we zitten nu alweer zo'n beetje aan het eind van dat dingetje. En in een goede minuut dan ben je er door gefietst. Dat is eigenlijk jammer. Maar als je nou dadelijk hier rechts kijkt, door Heegraatje Gosses, hoe het wel van Gosseskiep, die heeft door een groot huis gebouwd, maar dat munde eigenlijk niet. Gosses, je zat in de gemeenteraad, dus ja, daar kan je natuurlijk van alles. En toen moest je er een nevens een huis, omdat dit een agrarisch gebied was, moest je er nevens een huis moest je een hok neerzetten, een paardenstal. Dat was dan zoveel als een agrarisch gedeelte. Ja, nou, je kan er wel maken natuurlijk wat je wilt. Maar als je in de gemeenteraad zit, dan kan je wij altijd wel een beetje verschonen met van alle andere dingen. Nou, ik ga er weer even uit en ik kom daar nog even terug. Dan ben ik eigenlijk weer de stukje vergeten. Ik had toch zo'n een stukje gekocht, en dat je dat mooi kan zien. Ik zit hier nou op het bankje. Dan zit ik te rusten, maar ik moet dat ding heel te vast houden. En als ik dan had ik dat wat beter weg kan houden. Deze twee zou kan mijn arm zijn niet langer. Oké, dan kan ik hier mooi op dat bankje zitten. Hier tegenover de ledde camping. Ja, het is lekker weer. Dan zie je wel, de zon begint te schijnen. Je ziet wel aan mijn gezicht. Ja, het wordt lekker. Volgende week heb ik weer zeggen, wordt 24 graden. Ja, dat is mij eigenlijk een beetje te gek. Maar ja, goed. We hebben al zat geklaard dat het regent en kou. Nou, ik hou weer de fiets op. Ik zie je wel weer een andere keer. Houdoe, hè. Doei, doei. Hiep.